Wat voor mij heel goed werkt, is denken in termen van stapjesplan. Oftewel, formuleer voor mezelf een doel, vervolgens een plan om daar te komen en vervolgens hak ik dat plan op in zo klein mogelijke stapjes. Het leuke is, als je denkt in hele kleine stapjes, dan weet je A, precies wat je vandaag moet doen en B, kan je het ook nooit heel erg verkeerd doen, want het ergste wat kan gebeuren is dat je een klein stapje verkeerd zet. En dat werkt ook als je het opschaalt naar hele grote groepen mensen en dat werkt voor mij heel fijn. Tweede, wat ik altijd doe, is ik doe altijd alles samen met iemand anders. Ik doe nooit iets alleen. Het leven is een teamsport. En dat is ook logisch, want er is altijd iemand die iets beter kan dan jij. En het is de zaak om diegene te vinden en naast je neer te zetten. En dan gaat het altijd beter worden. Derde is, wees nooit bang. Of anders geformuleerd, je hoeft niet bang te zijn. Echt niet. Zelfs als je bang bent, stop ermee. Het levert je niks op. Het enige wat je kunt doen als je bang bent, is jezelf een doel stellen, plannetje maken, stapjesplannetje maken en je weet wat je er morgen aan moet gaan doen. Dus als je bang bent, stel jezelf een doel. Ga het gewoon doen.